Bij de VVD heeft men nooit de last van het geweten, van de ideologie en van de principes. Hè. Goedenavond, VVD-Kamerlid Mark Verheijen schort zijn werk tijdelijk op. Het verhaal wat daarvan gemaakt is, vind ik gewoon opgeblazen. En dat het verhaal naar mijn gevoel erg is opgeblazen allemaal. Ja, dat vind ik altijd frappant als politici zeggen dat een zaak is opgeblazen. Daarmee bedoelen ze eigenlijk, de zaak komt ons niet uit. Ik zal nu mijn ontslag aanbieden aan zijn majesteit de koning. Ik dank u wel. Wij zijn de partij van law and order. Wij gaan zorgen dat Nederland veilig is en veilig blijft. En dan moet je over zo'n affaire in één kabinetsperiode 3 bewindspersonen zien sneuvelen. Dat is een harde klap voor de VVD. Het gaat eigenlijk, zoals steeds bij deze zaak op het laatst, nog maar om één ding. Om de integriteit van het bestuur, het vertrouwen in de politiek. Laten we heel eerlijk zijn, jongens. Het onderwerp integriteit is gewoon een vervelend onderwerp. Omdat dat nou eenmaal een hele negatieve gevoelens meebrengt. Al dit soort voorbeelden, als nu gepasseerd zijn, die zijn echt desastreus voor het imago van de politiek. Je kan niet slechter hebben.